bereiken. Gezanten uit Rusland en Europa proberen de vrede weer aan te zwengelen en ook Amerika bemiddelt. Maar als Israël niet meer toegevingen doet, keert de PLO niet naar de onderhandelingstafel terug. Groot struikelblok blijven de Joodse nederzettingen en internationale bescherming. Ook de UNO-veiligheidsraad heeft nog altijd niets beslist. In New York is wel de vermeende dader gepakt van de aanslag eergisteren op een busje Joods-orthodoxe tieners. Het gaat om een Libanees taxichauffeur van 28. Hij wordt beschuldigd van 15-voudige moordpoging. Van de jongeren in de bus heeft hij er 4 geraakt, 2 vrij licht en 2 in het hoofd. Eén van hen is intussen hersendood, de ander vecht nog vrij kansloos voor zijn leven. In de Noord-Duitse deelstaat Neder-Saksen hebben de metaalarbeiders beslist in staking te gaan. Onderhandelingen over loonsverhoging en versoepeling van de werktijden hebben niets opgeleverd. De werkgevers vrezen dat de actie in Neder-Saksen de aanzet wordt tot een staking in heel Duitsland van alle 3,5 miljoen metaalarbeiders. 41.000 van de 100.000 metaalarbeiders in Neder-Saksen zijn lid van de machtige metaalbond IG Metaal. Meer dan 90% van de vakbondsleden hebben voor staking gestemd. 75% ja-stemmen zijn voldoende om een staking te organiseren. Als de staking in Neder-Saksen maandag begint, is de kans zeer groot dat andere deelstaten volgen. Een algemene metaalstaking zou het grootste sociale conflict sinds 10 jaar zijn in Duitsland. Verscheidene werkgevers hebben al gedreigd met lockouts. Maar de werkgeversorganisatie Gesamt Metaal heeft terzelfde tijd voor morgen een ultieme onderhandeling voorgesteld. IG Metaal heeft gezegd met grote twijfels naar die onderhandelingen te gaan. De metaalvakbond staat voor de keuze. Ofwel een verregaand compromis aanvaarden en verder ledenverlies riskeren, ofwel de traditionele sociale vrede inruilen voor conflict en confrontatie op een ogenblik dat Duitsland grote politieke en economische instabiliteit kent. Bij gemeenteraadsverkiezingen gisteren in Nederland hebben de Christen-Democraten en de Socialisten, de twee regeringspartijen, elk meer dan 10% verloren. Winst wordt geboekt door de twee liberale oppositiepartijen en voorts door enkele kleinere partijen, waaronder ook, opvallend, extreem rechts. In de havenstad Rotterdam bijvoorbeeld wordt extreem rechts de op één na grootste politieke stroming. Een opvallend detail was voorts dat op veel plaatsen gisteren voor het eerst met de computer werd gestemd. Tot het allerlaatste moment is er gestemd gisteravond. Er was een opkomst van 66%. En toen bleek het grote voordeel van de stemcomputer. Met één druk op de knop was de uitslag bekend. Vroeger moesten de leden van het stembureau dan nog uren stemmen tellen. Nu konden ze meteen naar huis. Mevrouw, ik moet even met één hand doen. En andere hand. Zo. En de tas even onder uw arm nemen. Zo. Ja, want niet aan het bord komen. Nou drukt u met één hand de goede kandidaat in. Ja? Los, los. Nou de rode knop indrukken. Juist. Nou heb u goed gestemd. In heel wat stembureaus werd de gebruiksaanwijzing voor het stemmen per computer vooraf nog eens grondig bestudeerd. Maar echt ingewikkeld zijn ze niet, die stemmachines. Alleen, het was even wennen en de letters bleken voor sommigen wat aan de kleine kant. Bent u alleen? Ja, ik help u erin. Ja. Goed, ik zal hem even gereed maken. Even wachten. Zo. Even wachten, ja. Nou kunt u stemmen. Nou, ik denk 1 op de 3. Dat ik toch wel even moet helpen. Nu is het even wennen, omdat vooral die meneer, die moet het enorm de mensen wegwijs maken. Hè? En dat kost even meer energie. Die meneer zegt vannacht tegen zijn vrouw nooit anders dan op dit knop drukken, op die rode knop drukken. Dat zal hij de hele nacht tegen zijn vrouw zeggen, ben ik bang. Nou, nu, als je ernaast zit, dan moet ik hier op drukken. Er is nu toch een kans dat in Zuid-Afrika alle partijen meedoen aan de komende verkiezingen, waarbij, zoals u weet, voor het eerst de zwarten mogen meestemmen. De alliantie van uiterst rechtse blanke en conservatieve zwarte zou toch willen meedoen als de ruzie met de andere partijen over de nieuwe grondwet wordt uitgepraat onder internationale bemiddeling. De regering en het ANC gaan daarmee akkoord. Het is alleen de vraag of zo'n bemiddeling nog op tijd kan komen. De verkiezingen zijn over minder dan 2 maanden. Ondertussen wordt in Zuid-Afrika nog elke dag met de oude maatschappijordening afgerekend. In Transvaal bijvoorbeeld zijn een 10-tal zwarte families teruggekeerd naar de plek waar ze 27 jaar geleden door de apartheid waren verdreven. Dit is het stadje waar de zwarte families 27 jaar gewoond hebben, op meer dan 100 kilometer van hun familiegronden. Vorig jaar, na het einde van de apartheid, kregen ze dan het bericht dat ze terug mochten.
Alle bezittingen worden op vrachtwagens geladen en dan begint de reis naar Morotostad, de plaats waar ze in 67 weg moesten omdat hun grond in de buurt van boerderijen van Blanken lag. Er staat niets meer overeind, de heropbouw begint onmiddellijk. Niet iedereen die er 27 jaar geleden bij was, is nog in leven. As I stand here, there is also a tinge of sadness because my own father, my own mother, my own grandfather, my own grandmother, a lot of their relatives who have suffered to come back to this land cannot be here because they've died. Het is aan de kinderen en kleinkinderen om in Molotovstad aan een nieuwe toekomst te bouwen. Straks in ons late journaal krijgt u de laatste reportage te zien in onze reeks over Rwanda en Burundi. Met name over de politieke chaos in Rwanda, waar pas vorige week weer tientallen doden zijn gevallen bij een straatoproer. De politieke strijd in het land verglijdt steeds meer naar een gewelddadige confrontatie tussen Hutus en Tutsis. U ziet nu al een fragment. Een politieke meeting is in Rwanda een risico-onderneming. Alleen met UNO-blauwhelmen in de buurt blijft het min of meer rustig. Want de politieke partijen, een twintigtal nu, voeren een bittere strijd om de macht. Ook binnen elke partij waar meer en meer de etnische tegenstellingen opduiken. Zelfs de grootste, dit MDR, is verdeeld over hun man die de nieuwe eerste minister van Rwanda moet worden. Want Faustin Twagiramungu wil samenwerken met het Rwandese Patriotisch Front. Het front is tijdens de burgeroorlog nooit in Kigali geraakt, maar nu is het er wel. Onder UNO-begeleiding aangekomen met 600 elitesoldaten om in de nieuwe regering te stappen. Voor de meest extreme aanhangers van de president een provocatie. En reden genoeg om te dreigen met een nieuwe burgeroorlog. Wie Siberië zegt, denkt allicht vooral aan Vrieskou en aan de Sovjet-Russische gevangenkampen. Maar Siberië is ook een uitgestrekt gebied waarvan de ondergrond vol zit met olie, gas, goud en diamant. Vroeger werden die rijkdommen beheerd door de centrale autoriteiten in Moskou. Maar de laatste jaren komt daar verandering in. Onze correspondent in Moskou is naar Sasha gereisd, ook Yakutie genoemd. Een republiek in het noordoosten van Siberië. Sasha was en is nog steeds een onderdeel van Rusland. Maar 2 jaar geleden kreeg het wel een zekere vorm van zelfstandigheid. Yakutsk is de hoofdstad van de Siberische Republiek Sakha met 200.000 inwoners. De winter duurt er van oktober tot einde mei. De kou is een van de belangrijke problemen, maar de Siberiërs hebben zich aangepast. Een mat in open lucht is hier de gewoonste zaak van de wereld. Bij min 35 graden zeggen de inwoners van Yakutsk dat het warm is vandaag. Dierenbeschermers hebben hier niets te zoeken. In Siberië zijn vrijwel alle kledingstukken vervaardigd uit bont, van hoofddeksel tot schoeisel. Het barre klimaat en de uitgestrektheid van Siberië maken een normaal economisch leven hier erg moeilijk. Maar daar staat tegenover dat het land kan beschikken over enorme natuurlijke rijkdommen. En die willen de Siberiërs de laatste jaren meer en meer voor eigen profijt aanwenden. In deze fabriek worden juwelen vervaardigd. Eerst maakt men wassen vormpjes om geleidelijk te komen tot het eindproduct. Gouden en zilveren ringen, kettingen en oorbellen, al dan niet ingelegd met edelstenen. Dit soort productie is nieuw hier in Yakutsk. Vroeger werden alle grondstoffen uit Siberië voor verwerking getransporteerd naar andere delen van de Sovjet-Unie. Nu wordt er meer en meer gestreefd naar lokale verwerking en dus lokale opbrengsten. Dat geldt ook voor de flinke olie- en gasvoorraden waarover Siberië beschikt. De directieraad van dit ontginningsbedrijf vergadert over de toekomstplannen. Als er geld wordt gevonden, zijn er heel wat uitbreidingsmogelijkheden. We willen om te увеличить значительно добычу нефти, начать переработку нефти. Это требует больших инвестиций, которые сегодня недостаточны в нашей республике. И в этих целях мы пытаемся привлечь иностранных инвесторов для развития нашего нефтегазового комплекса. Even buiten Yakutsk wordt een gasverwerkingsinstallatie gebouwd voor de productie van butaan en propaan. Een primeur voor deze Siberische Republiek. Vroeger werd het Yakutse gas elders verwerkt en dan terug naar hier gebracht. До этого момента в республику завозилось около 1200 тонн сжиженного газа с центральных районов. Теперь этот газ будет поставляться с этого завода. Vroeger werden Russen naar Siberië gelokt met hoge lonen en privileges. Door de algemene crisis in Rusland schiet daar niet veel van over. Maar de Siberiërs werken voort, gehard door de moeilijke levensomstandigheden. Тяжело, конечно. Ну а что сделаешь? Работать надо. Хорошая зарплата.
Ну, по нынешним временам не очень. Желательно побольше. Siberië droomt ervan om zich met eigen middelen te kunnen ontplooien. De toekomst moet uitwijzen in hoeverre dat zal lukken. Straks in Panorama kunt u kijken naar een langere reportage van Stefan Blommaert over de problemen en de mogelijkheden van Siberië. Panorama, 9:30, TV1. De Amerikaanse satelliet Clementine, die 5 weken geleden de ruimte is ingeschoten, heeft zijn eerste foto's van de maan naar de aarde gestuurd. En die zijn verrassend scherp. De camera's zijn dan ook het laatste snufje. Ze werden op initiatief van het ministerie van Defensie ontwikkeld om afgevuurde kernraketten op te sporen. Met de Clementine lanceerde Amerika de eerste maanvlucht sinds het Apollo-project. De onbemande satelliet heeft revolutionaire camera's aan boord, zeer klein en licht dankzij vooruitstrevende technologie. De Clementine's eerste foto's, genomen van op meer dan 2000 kilometer hoogte, zijn nog beter dan verwacht. Ze tonen prachtig de kraters en bergruggen op de maan. De Clementine is een project van de NASA en het Amerikaanse ministerie van Defensie. De satelliet maakt de foto's eigenlijk met apparatuur bedoeld om afgevuurde kernraketten op te sporen. Als de Clementine klaar is met de maan, vliegt hij verder om op 1 september bij een piepkleine planeet of planetoïde aan te komen. In Oudenaarde, Oost-Vlaanderen, heeft de restauratie van een oud schilderij tot een verrassend nieuw inzicht geleid. Het werk stelt een stadsgezicht van Oudenaarde voor en bij het restaureren is nu gebleken dat het veel vroeger geschilderd werd dan tot dusver was aangenomen. Met als gevolg dat de wetenschapslui hun visie op de geschiedenis van Oudenaarde grondig moeten herzien. Zij waren namelijk op het schilderij afgegaan om te bepalen wanneer sommige gebouwen in de stad waren opgetrokken of weer afgebroken. Dit is Oudenaarde zoals het er nu bij ligt, gezien van op de Edelarenberg aan de zuidkant van de stad. De wijde omgeving rond is nu verstedelijkt, maar het uitzicht van de stad wordt nog altijd bepaald door de grote kerken en het laatgotische stadhuis. Stadhuis dat trouwens al ruim 35 jaar in de steiger staat. En dit is Oudenaarde zoals het afgebeeld staat op een schilderij in het stadhuis. Het doek is pas gerestaureerd en daarbij is een datering uit 1667 ontdekt. En dat is een eeuw ouder dan altijd was gedacht. Het is een belangrijke ontdekking voor de stad Oudenaarde, omdat er tot nu toe maar 3 documenten waren die dus het plan weergaven en de situatie van de gebouwen en de architectuur van de stad. Door de correcte datering van dit schilderij moeten de historici opnieuw aan het werk en de evolutie van de Oudenaardse stadskern en omgeving gaan herschrijven. Sommige gebouwen die hierop nog te zien zijn, waren wel degelijk verdwenen tegen de 18e eeuw. Bovendien valt de nu ontdekte datum precies samen met de belegering van de stad door de Franse koning Lodewijk XIV. De opdrachtgever voor dit doek wou dus wel iets meer dan een mooi panorama. Het was bedoeld om een overzicht te hebben, militair, te zien hoe het de stad en zijn entourage in zijn omwalling dus het best kon verdedigd worden. Het is gisteravond op de valreep dan toch nog een feestelijke verjaardag geworden voor Anderlecht. In een bewogen slotfase tegen FC Porto haalde Paars-Wit nog een fraaie zege binnen. Pas 2 minuten voor tijd kon het Anderlecht-legioen feesten. Luc Nielis had weer lang gewacht, maar zijn beste schot van de wedstrijd leverde een gouden zegen op. Anderlecht dat gisteren zelden creatief voetbalde, maar wel bleef vechten tot het einde, mag blijven hopen op een halve finale. Het klinkt wel mooi, maar het is zo, als we in Porto een punt kunnen nemen, dan staan we er natuurlijk nog altijd goed voor met die laatste match thuis te Bremen voor de boeg. Maar ik denk, laten we nu zondag hopen dat we een goed resultaat neer kunnen zetten en we een schitterende week achter de rug. En ik denk toch dat we dat op dit moment een beetje nodig hadden, de ploeg en ik zelf ook. Anderlecht ontsnapt in de laatste seconde nog wel aan een strafschop. En daar komt Porto-trainer Bobby Robson niet om lachen. I think at the end, you know, we have a justifiable claim for a penalty. It's... I hate to think what would have happened if it happened at the other end tonight, you know. Anderlecht wordt tweede in groep B met 3 punten. Dat zijn er 2 minder dan AC Milan, dat gisteren Bremen versloeg. Maldini had zijn ploeg vlak na de rust op voorsprong gekopt. Maar dan verraste een schot van Basler, doelman Rossi. Dat was een flater, maar een enorme blunder aan de overzijde van libero Neubart kostte de Duitsers een gelijkspel. Dejan Savicevic was bij de pinken en de schoten bal tegen de netten. 2-1 voor AC Milan.
In de andere groep speelde favoriet Barcelona 2-2 gelijk bij Spartak Moskou. Dankzij zijn stervoetballers Stoichkov, de Bulgaar, en de Braziliaan Romario liepen de Catalanen tot 0-2 uit. Maar de Russen sloegen terug in de slotfase. Eerst scoorde invaller Rodionov na een ongelukkige tussenkomst van doelman Zubizarreta. En helemaal op het einde zorgde Karpin met een mooie goal voor de eindstand. Moskou-Barcelona 2-2. In Monaco tegen het Turkse Galatasaray was onze landgenoot Enzo Schifo de absolute uitblinker. Hij scoorde het openingsdoelpunt met een krachtige kopbal. Het werd nadien nog 3-0. Monaco en Barcelona leiden samen in de A-groep. Marco van Basten, de stervoetballer van AC Milan en van het Nederlands elftal, heeft vanmiddag in Antwerpen dokter Martens geconsulteerd. Die zou na een ultiem medisch onderzoek uitmaken of Van Basten ooit nog op topniveau kan voetballen. In juni van vorig jaar werd Van Basten door dokter Martens een derde keer geopereerd aan de rechter enkel, maar beterschap bleef uit. De enkel houdt Van Basten met korte onderbrekingen nu al anderhalf jaar van de voetbalvelden weg. Vandaag zou na een ultiem onderzoek van Martens de knoop doorgehakt worden. Hier en daar werd gefluisterd dat de 29-jarige vedette definitief een punt achter zijn carrière zou zetten. Maar de resultaten van het onderzoek vielen onverhoopt positief uit. Nou, de uitkomst is zover een verrassing dat ik had niet gedacht dat de verbetering zichtbaar zou zijn. Ze hebben dus foto's gemaakt en daarin hebben ze op kunnen constateren dat er dus verbetering qua botstructuur was. En dat is een begin van een herstel. Meer dan fietsen, lopen en tennissen mag hij nog steeds niet. En de eindronde van het WK in de Verenigde Staten mag hij ook definitief vergeten. Maar aan opgeven denkt Van Basten voorlopig nog niet. Misschien ben ik te eigenwijs om te accepteren dat het zo snel is afgelopen eigenlijk. En aan de ene kant is dat misschien positief, aan de andere kant is het misschien negatief of dom. Maar ja, het blijkt toch wel dat het ook vandaag, we hebben de foto's toch uitgewezen, dat er nog een klein sprankje hoop is. En daar moeten we dan mee op voortbeduren. Van Basten keert nu terug naar Milaan waar hij verder gaat revalideren. Over 3 maanden komt hij opnieuw op consultatie bij dokter Martens. Maar hoe ver hij dan kan of moet staan, weet ook Martens niet. We nemen onze tijd, wat bij topsport moeilijk is, maar in dit geval absoluut noodzakelijk is. Dus we moeten onze tijd nemen en we hebben dus ook gesteld 3 maanden. Omdat we dus echt die genezing niet kunnen voorbijlopen. Dus we moeten gewoon maar op wachten. En dus 3 maanden zien we dat weer opnieuw. En hopelijk kunnen we dan weer een stap verder gaan. Voorspellingen maken is onmogelijk. Ja, voorspellingen maken is toch minstens gevaarlijk. Van zeggen het gaat niet lukken of het gaat zeker lukken. Het is de tussenweg. En met als we wat geluk hebben gaat het wel in orde komen. Donderdag vandaag dus krijgt u straks in ons late journaal de wekelijkse parlementaire rubriek. Met de volgende 3 boeiende onderwerpen. De nachtwinkels. Ze reizen vooral in de steden als paddenstoelen uit de grond, maar volgens de wet zijn ze verboden. Dag en nacht moet er dus worden geconsumeerd, zeggen de Groenen. We moeten beperken, maar niet verbieden, antwoordt de minister. Gehandicapten moeten sneller hun uitkering krijgen. Nu duurt dat soms 2 jaar, moet kunnen op 8 maanden, zegt de Kamer. En dan een vraag over de kosten van het pausbezoek. De overheid betaalt voor een strikt religieuze aangelegenheid. Uitzonderlijk, maar toch normaal, antwoordt de minister. En als u wilt fonder een église, on vous protégera. 3 hoofdpunten in dit journaal. In Genk heeft de Rijkswacht 30 kilo springstof ontdekt in een auto. 3 mensen zijn opgepakt. In Sarajevo is een staakt het vuren dat al 3 weken in acht werd genomen, vanmorgen voor het eerst geschonden. En in Duitsland hangt een grote metaalstaking in de lucht. Maandag wordt de actie alvast ingezet in Neder-Saxe. Het zit erop, dames en heren, nog een prettige avond. Goeie avond.
avond. Een hele trein wolken zoefde vandaag over ons land. Op dit radarbeeld ziet u de buien die omstreeks 1 uur deze namiddag de kust bereikten en aan een trektocht over ons land begonnen. De laatste resten verlaten ons op dit ogenblik. Vannacht komen we in...